Het gebied Coehoorn Noordoost in Arnhem, ook bekend als Coehoorn Centraal, zit bijna vol met bedrijven en kleine ondernemers. Het bruist in de vijf panden van de creatieve Arnhemse wijk tussen het station en de Rijn. Coehoorn Centraal zit na 2 jaar bijna vol. Helemaal eigenlijk. Op 1 of 2 ruimtes na zitten we helemaal vol. Dus daar zijn we heel blij mee dat het toch zo snel is gegaan. Er is eigenlijk een einddatum aan Coehoorn Centraal. 2018. Hoe willen jullie daarna door? Dat weten we nog niet precies. We hebben de kans tot september 2018 om dit project te draaien. En daarna is het alles nog open. Het is wel zo dat we, juist ook omdat het zo'n enorm succes is, nu al met de gemeente in gesprek zijn om te kijken of we dit initiatief op een of andere vorm voort kunnen zetten na 2018. Ja, het is gewoon heel belangrijk dat je samen met de buurt dit aan het ontwikkelen bent. We doen dit niet tegen de buurt, maar juist met de buurt. Het is ook de bedoeling dat de buurt ervan profiteert van deze ontwikkeling. Dus samen moeten we dat aanpakken. Er is nog 1 pand over die gevuld kan worden op het Nieuwe Plein. Die zit zo vol? Ja, het pand aan het Nieuwe Plein die zit al bijna helemaal vol. We hebben nog 1 verdieping. Maar dan moeten we even kijken of dat qua bezetting nog wel ingevuld kan worden. Omdat we niet over de maximale bezetting mogen in verband met de brandweer eisen. Wat voor effect zal het gaan hebben als Arnhem Centraal afkomt? Ik denk wel dat dat een invloed zal hebben. Voordat we hier kwamen was het natuurlijk, als je uit het station liep, een doodse geheel. Er gebeurde hier verder niets. Nu is het al een grotere dynamiek. En ik denk dat als straks het station open is, die dynamiek alleen maar groter wordt. Misschien bent u nu ongeveer halverwege uw project, want u heeft nog 3 jaar. Hoe ziet die korte toekomst? We hopen in ieder geval dat we de bewoners ook nog meer bij dit project kunnen betrekken de komende 2 jaar. En daarnaast hebben wij als stichting ook nog andere doelstellingen voor dit project. Zo willen we onder andere de verbinding met Duitsland veel meer aan gaan halen. En nu alles vol is, kunnen wij ons als bestuur weer veel meer richten op die lagen die daar dus boven zitten. Dus wij willen dit jaar in ieder geval daar heel veel tijd en energie in gaan stoppen.